De handballers van Havas hebben zichzelf gisteravond een slechte dienst bewezen. De ploeg verloor in Sporthal Stedenwijk met 34-39 van directe concurrent Vrone Berdos. En dat was volgens coach Sikko Timmerman een gemiste kans. Nee, het was ontluisterend. Ontluisterend. Ik heb 3 time-outs genomen, ik had er wel 10 kunnen nemen. Ik kreeg de groep niet in het gereel. Het was ontluisterend. Het was, er waren 10 koninkrijkjes op de bank, op het veld. Iedereen wist het beter. En dan is het moeilijk coachen. De Almeerders, die op de 15e plaats staan in de Eredivisie, begonnen volgens de coach vanaf het begin al slecht aan de wedstrijd. Ik heb na 5 minuten geloof ik al de eerste time-out genomen om jongens weer terug te krijgen in het gareel. Hoe dit kan, ik weet het niet. Ik heb voor de wedstrijd heel duidelijk gezegd, jongens, dit was het laatste geintje, nu volledig focus. Maar ja, vorige week goede wedstrijd gespeeld in Emmen tegen een ploeg uit het linkerrijtje. Nu een directe concurrent en echt gewoon heel zwak gespeeld. Maar met name wat ik echt zorgwekkend vind, is dat loshangende zand. He, die 6 posities die we mensen in aanval, waar ieder zijn eigen spel speelt en geen samenhang in zit. Dus daar moeten we de komende tijd op gaan trainen. Dat moet echt beter. Dat was echt gewoon 6 koninkrijkjes, ieder doet zijn ding. Maar er wordt geen rekening gehouden met je medespeler. Dat was echt wel fnuikend. Tot aan de rust kon Havas de gasten uit Sint Pancras nog goed bijhouden. De ruststand was 13-15 in het voordeel van de gasten. Het lukte Havas vaak niet om door de sterke verdediging van de nummer 13 uit de Eredivisie te breken. Vrone Berdas gokte vooral op de snelle omschakeling en was met die tactiek uiterst succesvol. Wenk aan de winkel, wenk aan de winkel voor het technisch duo, wenk aan de winkel de komende weken. En ja, dit zijn min 2 directe punten, die had je ingecalculeerd, die ben je kwijt. Dus ja, je staat in plaats van 1 voorzijde 3 achter. We blijven erin, daar ben ik niet bang voor. We gaan echt die wedstrijden winnen, daar ben ik ook niet bang voor. We hebben echt een goed team, nogmaals. Maar je moet het niet te licht overdenken. En dat mag je ons kwalijk nemen vandaag. Dat we te makkelijk over nagedacht hebben. Dat we te nonchalant aan de wedstrijd toe gingen. Dat je te makkelijk dacht, we doen het wel even. Ja, en dat was, ja, als je dat denkt, dan win je hem niet. Dat is duidelijk. Na de pauze werd het verschil in doelpunten door de Noord-Hollanders gestaag uitgebouwd. In de slotfase koos coach Timmerman ervoor om tijdens de aanval zijn doelman te wisselen voor een veldspeler. Maar dit pakte niet goed uit. De tweede helft, je gaat offensiever verdedigen, je gaat keeper eruit halen. Dan krijg je lullige doelpunten tegen, maar we waren er niet bij. Te makkelijk werden we iedere keer op de hoeken uitgespeeld. Druk zetten vanuit midden, afronden naar de hoeken en dan gewoon een ABC'tje. Dus dat deed Berdos heel goed. En opvallend, wij hadden geen antwoord. Ja, wat je zegt, week aan de winkel. Havas blijft door de nederlaag op de ene laatste plaats staan in de Eredivisie. De ploeg heeft na 8 duels 3 punten verzameld. Alleen de hekkensluiter degradeert aan het einde van het seizoen. Er is dus geen reden voor paniek in Almere. Ja, dat is het minimum scenario. Hè. Als je eentje onderhoudt, dan ben je niet gedegradeerd. Maar je wil meer. We wilden kampioen van het rechterrijtje worden. Nou, ik denk dat we dat kunnen vergeten. Maar boven het rechterrijtje meedraaien moet kunnen met deze ploeg. Maar er moet echt wel een ploeg worden, echt wel een team worden. En wat ik al zei, het zijn nu 10 koninkrijkjes aan de kant waar iedereen het beter weet. En daar gaan we werken.